Het wordt staan gewoon greener en hek het natuurlijk over de natuur. Maar wat wil ik met deze te hoge temperaturen? Misschien wat een unieke periode met droog warme zinnen. En er komt voorlopig nog geen einde aan. Het wordt strielend waar het weekend. Juni en vannacht, ja, bewolking, maar ik opklaringstemperaturen 4 tot 8 graden. De hoogste temperaturen op de eilanden en een net al te sterke wind uit het noordwesten tot noorden. En morgen hoe doe je dan? Zinnen en nog eens een keer zinnen. Ja, misschien een beetje bewolking, maar de mooie geen namaha. En de temperaturen morgen, die mooi direct wijzen. 12 tot 15 graden, de hegere temperaturen verderop de provincie. Vooral in het oosten, zuidoosten en zuiden. En dan de wind, die is er morgen haast net. Zwak of matig. En die komt uit noordelijke richtingen, misschien wel letter wat meer noordoosten. Dan in de nacht mist en komen ze op vroegstaande groen bij 1 of 2 graden boven 0. Maar dat mooi, want snel komt de zin weer helemaal weer om. Maar temperaturen tussen de 13 en de 16 graden. Een noffelijke temperatuur en op een ei zinnen, zinnen en nog eens een keer zinnen. En de wind uit het noorden, noordoosten waai zwak of matig. En zoeken we dan een manje, een tiesje, een waasje, dan hak het op droeg waar. Maar redelijk wat zinnen, wel wat meer bewolking en nog altijd een temperatuur die aan de heeg kan binnen. Zo'n 13 of 14 graden, dat is mooi tijd. Dat is volop mooi tijd en het is volop genieten dit weekend van de zinnen. We maken morgen, maar weer even in het waasje.